Universiteit van Nederland. Waarom beweegt een kip zijn kop zoals die kip zijn kop beweegt? Kijken of hij gaat lopen. Oh, sorry. Dat laat Pascha van Bijlert van de Universiteit Utrecht je straks zien. Hij blijft stilstaan. Door kippen te laten wandelen op een loopband. En nu is hij van de band af. Als je een kip voorzichtig heen en weer beweegt, dan houdt hij zijn kop extreem stil. Zo stil dat Mercedes ooit de hoofdrol in een reclame aan een kip gaf. Om te promoten hoe stabiel hun auto op de weg ligt. En niet alleen kippen beschikken over deze gave, maar vrijwel alle vogels. De kip stabiliseert eigenlijk het hele hoofd zelf. Dus het hoofd maakt nu een tegenbeweging tegen mijn beweging in. Dus als wij die kip heen en weer bewegen, lijkt die kop heel stil te staan. Maar als hij zelf rondloopt, dan gaat die kop juist heen en weer. Terwijl de kip loopt, gooit hij eigenlijk de hele tijd zijn hoofd naar voren en naar achter. Tenminste, zo lijkt het als je er gewoon naar kijkt. Maar dat is eigenlijk niet wat er gebeurt. Daar komen we zo op terug. En het mag dan leuk of grappig zijn om naar die kip te kijken. Maar hier zit een serieuze wetenschappelijke verklaring achter. Om dat te begrijpen is het misschien nuttig om even stil te staan bij waarom wij dat niet doen. Als ik jou aankijk en ik beweeg met mijn hoofd van links naar rechts. Ik ga nee schudden bijvoorbeeld. Dan kan ik jou toch blijven aankijken. Want hoewel dat mijn hoofd naar links draait, maken mijn ogen een tegenbeweging. Dus ik kan toch recht naar voren blijven kijken. Hiervoor hebben mensen en heel veel dieren hebben heel goed ontwikkelde oogspieren. En vogels hebben die oogspieren ook, maar ze zijn veel kleiner. En dus ze kunnen hun ogen wel bewegen, maar veel minder goed dan wij. Zij lossen dit eigenlijk anders op. In plaats van hun ogen te bewegen, zodat het beeld wat zij zien stil blijft staan, bewegen zij hun hele hoofd. Dus wat de vogel doet tijdens het wandelen, de wereld ten opzichte van het hoofd beweegt naar achter. En wat de vogel doet is, hij gooit eerst zijn hoofd naar voor, zo snel mogelijk. En dan houdt hij hem zo lang mogelijk stil, terwijl zijn lichaam eronder door beweegt. En dan, als hij zo ver is gegaan als dat hij kan, dan gooit hij hem weer naar voor. Dus eigenlijk, hij gooit niet zijn hoofd van voor naar achter, hij gooit hem alleen naar voor. En houdt hem dan een tijdje stil. Maar dit gebeurt zo snel dat wij dat niet zien. En dit is op een wel heel bijzondere manier wetenschappelijk bewezen. In de jaren 70 is er een experiment gedaan waarbij ze duiven op een loopband hebben gezet. En toen stopten dus die hoofdbewegingen. Want de wereld beweegt niet meer om je heen. Dus dan heb je ze niet meer nodig. Die studie uit de jaren 70, daar hebben ze duiven echt voor getraind. Wij hebben hier ongetrainde kippen van Victor. Dus ik weet niet of het gaat lukken, maar we kunnen het wel proberen. Oké, kippen, daar gaan we. De kip staat nu op de loopband en laat zich mee naar achter vervoeren. Hij vertrouwt de band niet helemaal. Ja, niet alle kippen hebben er evenveel zin in. Dit is waarom ze de duiven destijds moesten trainen. Dus deze liep zijwaarts op de band, maar ik zag niet het hoofd heen en weer bewegen. Ja, kijk, en nu staat er eentje op de loopband en hij staat gewoon stil. Behalve als hij zijwaarts gaat, dan zie je hem weer met zijn hoofd bewegen. Voor wie het gemist heeft, nog even de herhaling. Met bovenin een kip die op de loopband op zijn plek blijft lopen en dus minder hoofdbewegingen maakt. En onderin een kip die zich achteruit laat vervoeren en dus wel hoofdbewegingen maakt. En dat komt natuurlijk omdat op de loopband blijft de wereld gewoon op één plek. Dus hij hoeft niet zijn hoofd steeds naar voren te gooien om een stilstaand beeld op zijn netvlies te krijgen. Dus dan kan hij zijn hoofd gewoon stil houden terwijl hij loopt. Volgens de onderzoekers in de jaren 70 met die getrainde duiven was dit het bewijs dat vogels deze headbangende beweging maken om zo goed mogelijk te kunnen blijven zien. Want tijdens die beweging, als hij zijn kop naar voren schiet, dan ziet de kip wazig. Als hij hem stilhoudt, ziet hij alles. En die tijd wil hij maximaliseren. Maar dit kan hij niet heel erg blijven doen. Dus hij moet dan af en toe moet hij zijn hoofd zo snel mogelijk naar voren gooien, zodat hij hem weer stil kan houden, zodat hij weer alles kan zien. Dit is ook de reden dat een kip zijn kop stil houdt. Als Pascha hem oppakt en voorzichtig heen en weer beweegt. Het hoofd maakt nu een tegenbeweging tegen mijn beweging in. En daardoor blijft het hoofd op dezelfde plek eigenlijk. Ja, en daardoor kan de kip dus stabiel blijven zien. Dit loopbandexperiment komt uit 1978 en is moeilijk uit te voeren. Inmiddels kan dit veel makkelijker en zonder training van vogels. Pascha bouwde een computermodel waarmee hij allerlei dingen aan vogels kan onderzoeken. Het idee is dat je een dier
volledig nabuit op de computer. En daarmee is het niet alleen mogelijk om hun kop te onderzoeken, maar ook alle rare dingen die ze doen met hun poten. Als je bijvoorbeeld een duif heel snel naar een stukje eten hebt zien waggelen. Het is een heel gek loopje wat je dan ziet. Maar dat is dus waarschijnlijk, als je het zou vragen, dan is hij een beetje aan het stuiteren. Maar hij is wel, heeft hij altijd 1 voet aan de grond. Dit heet grounded running. Jarenlang was het een mysterie waarom die vogels deze gekke rentechniek hadden. Het is namelijk iets dat mensen, een van de weinige andere tweevoeters in het dierenrijk, niet doen. Als wij wandelen, nou, dan hebben we altijd minimaal 1 been aan de grond. Maar als wij rennen, komen we meteen los van de grond. En je bent eigenlijk aan het stuiteren. Moet je maar een keer kijken vanaf een afstandje als je iemand ziet hardlopen. Je stuitert gewoon de hele tijd op en neer. Nou, waarom doen wij mensen dit? Het is optimaal voor onze bouw. Om een stukje te vliegen eigenlijk? Ja, om meteen al te gaan vliegen. Ik kan zelf ook grounded runnen als ik echt mijn best doe. Maar dat kost heel veel energie. En dat roept meteen de vraag op, waarom doen die vogels dat dan? Want het is blijkbaar, verspilt het energie. Dieren zijn liever lui dan moe. En ze kiezen eigenlijk altijd bewegingen die het zuinigst zijn. Daarom hebben we dit ook de grounded running paradox genoemd. Want het lijkt paradoxaal. Ze kiezen blijkbaar bewust voor een rentechniek die niet zuinig is. Pasha had 2 theorieën over waarom vogels dit zouden doen. 1. Het komt door hun lange pezen. Vogels hebben allemaal hele lange pezen. Die pezen zijn een soort elastieken. Als je trekt aan een elastiek, dus je genereert kracht, dan rekt het elastiek op. En als je dan die kracht weer loslaat, dan krijg je al die energie weer terug. En die pezen, die helpen hun dus heel erg bij het wandelen en tijdens het rennen. Of 2, het komt doordat ze gehurkt staan. Dit valt je niet op door al die veren, maar vogels, die staan allemaal heel gehurkt. Dus wij zien, als wij vogels zien lopen, zien we 1 gewricht de hele tijd naar achter buigen. Veel mensen denken dat dat de knie is. Maar dat is eigenlijk het enkelgewricht. Dit hier is zijn enkel. Hier ergens achter die vleugel zit zijn knie, hier ergens. En dan zit zijn heup daar ergens. De grootste deel van het been, die zit gewoon verstopt achter het lijf. Maar omdat al die vogels dit hebben, zijn allemaal gehurkt en hebben allemaal lange pezen, kunnen we dus eigenlijk niet begrijpen, op basis van een levende vogel, een echte vogel, waarom ze die gekke rentechniek gebruiken. Je kan bij een echte vogel niet testen of het komt door de pezen of de hurkhouding, want dat kan je niet veranderen. Maar dat kan wel in een exact digitale kopie van het skelet en de spieren van de vogel. In dit natuurkundige computermodel kun je doen met de vogel wat je wil, zonder dat hij er last van heeft. In mijn computermodel kan ik dus die 2 eigenschappen van elkaar scheiden. Dus, ik kan een vogel bouwen die heel erg rechtop staat. Nou, die heb je eigenlijk niet zoveel in het echt. Maar ik kan ook een vogel bouwen die heel gehurkt staat. Ik kan een vogel bouwen waarbij de pezen heel erg oprekken. Nou, dat zien we onder andere bij de emu. Maar ik kan ook een vogel bouwen waar de pezen helemaal niet oprekken. En dit is een vogel die eigenlijk niet bestaat. En ja, ze deden allemaal aan grounded running. Dus antwoord 1 is, nou, het maakt niet uit of je pezen kunnen oprekken of niet. Dus we hebben die factor hebben we uitgeschakeld. En wat blijft er dan over? Het heeft te maken met hoe gehurkt je staat. Hoe gehurkter je staat, hoe beter grounded running is als rentechniek. Dus kippen doen over een relatief brede range aan snelheden doen zij aan grounded running. Pasha loste na jaren dit raadselachtige fenomeen op. En met zijn model kan hij mogelijk nog veel meer raadsels in de wetenschap oplossen. Zoals bijvoorbeeld hoe dieren hebben bewogen die uitgestorven zijn. De neef van de kip bijvoorbeeld, de dino. En niet alleen een kip, van alle vogels, dus zelfs een kanarie stamt eigenlijk af van een van de groepen binnen de dino's. En hoe die dino's dan precies hebben gelopen, dat probeert Pasha nu te achterhalen. Dino's zouden misschien niet heel anders dan vogels hebben gelopen. Hoe dat zit, daarvoor komen we nog een keertje bij je terug, Pasha. Dankjewel en tot de volgende. Zij staan op... Dat is niet hun kniegewricht. Hun kniegewricht zit achter het lijf verborgen. Bij het skelet dat we hier hebben... En meestal zit er ook... Hoi, ik ben Nellestie van de Universiteit van Nederland. Jij weet dat de wereld niet zwart-wit is. Wie met de ogen van de wetenschap kijkt, ziet meer en begrijpt beter waarom dingen zijn zoals ze zijn.
Wij willen die nieuwsgierigheid bij alle Nederlanders aanzetten en jij kan ons helpen. Door onze podcast te luisteren en je te abonneren op ons kanaal. Dus klik op die knop, dan hoor je ons vanzelf. Tot de volgende!